Het amateurvoetbal Bonnebroek en Dolphia uit Enschede bestreden elkaar om een plaats in de vierde klasse van de KNVB. Het verslag bij deze turbulente wedstrijd is van Marco Collet. Dolphia, dat samen met Bonnebroek mocht gaan uitmaken zaterdagmiddag wie ging promoveren naar de KNVB, begon sterk in deze wedstrijd. Hier is het Wim Koershuis, de rechtsbuiten. Zoekt zijn directe tegenstander op. Maakt een schijnbeweging. Schiet dan in. In de rebound is het Ivan Vuurboom, maar doelman Gerald Schoten redt Bonnebroek in deze fase van de wedstrijd voor een achterstand. Bonnebroek dan. Linkshalf Laurens Oudebreul. Uitstekende voorzet en daar heeft doelman Oldhuis alle mogelijke moeite mee. Maar Bonnebroek sleept er toch nog een corner uit. We zitten dan ongeveer in de 23e minuut als Laurens Oudebreul de corner neemt. Bal lijkt te worden ingekopt door Peter Westen en dan is het ook 1 tegen 0. En is de verdediging van Dolphia aangeslagen omdat geen van de spelers in staat was de bal te keren. Hier nog een keer de corner van Laurens Oudebreul. Maar als u goed kijkt dan ziet u dat het niet Peter Westen is, maar Paul Jalal die de bal in eigen doel kopt. En zodoende dus de stand na 25 minuten spelen 1 tegen 0. Dolphia dat moest wat gaan terugdoen. Krijgt hier een vrije bal van scheidsrechter Peters. Arnoud Betteling treuzelt even. Van Helsingen speelt de bal naar Glenn Vuurboom. En die wordt hard geattackeerd door Laurens Oudebreul, maar neemt dan zelf raak. En scheidsrechter Peters trekt hiervoor de kaart. Zij het dan een gele voor beide spelers. Iets waarover Vuurboom niet mag mopperen. Nog eens een keer. Van Helsingen speelt naar Vuurboom. Die wordt inderdaad ruw de voet vastgezeten door Oudebreul. En neemt dan op geheel eigen wijze wraak, scheidsrechter ter plekke en deelt dus aan beide spelers de gele kaart uit. Bonnebroek dan. René van den Berg speelt de bal diep in. En daar is het Ivan Vuurboom die hier de overtreding begaat. En Bonnebroek dus een vrije bal mag gaan nemen op de rand van de 16,5. Laurens Oudebreul bij de bal. En doelman Oldhuis die de bal over het doel tikt. Michel van Helsingen dan. Gaat er langs. Krijgt de bal niet goed voor. Bal opgevangen door Glenn Vuurboom. Zijn schot wordt in eerste instantie geblokt. Dan is het Van Helsingen die even voor rust de kans heeft op 1 tegen 1. Maar zijn schot gaat helaas voor Dolphia net een metertje naast. Laatste minuut van de eerste helft. Een duel tussen Patrick Remy en Maurice Wendels. En dan is het gefloten door de scheidsrechter. En zien we dus dat de scheidsrechter hier een gele kaart geeft aan Remy. En een rode aan Maurice Wendels. Die het daar absoluut niet mee eens is. En ook boos verhaal gaat halen bij de scheidsrechter. Andere spelers erbij. Emoties lopen even op aan de kant van Dolphia. Waarschijnlijk zal Maurice Wendels een klein tikje hebben gegeven aan Patrick Remy, waardoor dus de scheidsrechter het nodig achter de rode kaart trekken. Moeilijk te zien. Wendels is het daar dus ook absoluut niet mee eens en wordt onder begeleiding gedirigeerd naar de zijlijn. De tweede helft dan. Met 10 man trok Dolphia toch ten aanval. Wim Koershuis. Gaat langs de directe tegenstander, goede beweging, schiet dan. En dan wordt die bal van de lijn gehaald en was het bijna 1 tegen 1 geweest. En daar dus komt Bonnebroek erg goed weg. Hier heeft u rechtsbuiten Koershuis. Vuurboom. Bal diep gespeeld, maar wordt onderschept door de verdediging van Bonnebroek. Henk Meijer invallen met de hensbal en doet dan dit. Scheidsrechter Peters voelt in zijn borstzak. En haalt voor Henk Meijer de gele kaart eruit. En daar mag hij toch zeker niet lopen. Even later in de wedstrijd. Laurens Oudebreul begaat de overtreding. Dolphia de vrije bal. Laatste man, Tony Lut, gaat zich daarmee bemoeien. Komt die bal? Helemaal richting Michel van Helsingen. Via Schroten gaat die bal over het doel. En de rest dus Dolphia slechts een corner, daar waar dus het dus de kans had op 1 tegen 1. Meijer. Arjan Brouwen. En daar het enige missetje van doelman Schoten. Hij laat de bal los, maar gelukkig voor hem kan Wim Koershuis net niet bij de bal komen. En dat 5 minuten voor tijd.
invallen Paul Bramer. Herovert de bal. Speelt dan de bal naar René van den Berg. Die met voor zich Glenn Vuurboom. Bal in eerste instantie weggetikt. Dan is het Martin Teriet, de midhalf, die de bal kan overnemen en schiet. En Glenn Vuurboom haalt de bal van de lijn. De kans op 2 tegen 0. De corner dan wordt eenvoudig gepakt door doelman Althuis. Hij heeft natuurlijk haast, want zijn ploeg heeft nog maar een paar minuten om tegen te scoren. Oudebruil. En Henk Meijer komt zeer grof in. En scheidsrechter Peters rest dan ook niks anders om hier de rode kaart te trekken. Meijer trouwens, die overigens al een gele kaart had gekregen. Laten we nog eens kijken wat er gebeurt. Oudebruil passeert Henk Meijer. En die zet zijn sliding veel te laat in, waardoor dus de bal niet gespeeld wordt, maar de man. Duidelijke zaak, rode kaart Henk Meijer. Die gaat op geheel eigen wijze verhaal houden bij de scheidsrechter. Wordt gelukkig tegengehouden door een van zijn medespelers. Daar gaat hij van het veld af. Nu nog maar 9 man in de strijd, Dolphia. Bonnebroek met de vrije bal. Kijk, en daar komt invaller René Koershuis in bij de zijlijn en blaseert Paul Brama op ernstige wijze. En ook hij ziet de kaart, zij het dan de gele. Nog een keer, Remy die speelt naar Brama. Dan komt Koershuis veel te laat met zijn sliding en moet dus Brama verzorgd worden. En let nu op de verzorger van Bonnebroek. Die gooit met water in het gezicht van Verhelsdingen. Dan gaat het helemaal mis. Bemoeien spelers en publiek zich met de wedstrijd en loopt het geheel uit de hand. Oordeelt u zelf. Gelukkig zijn er ook mensen die de zaak proberen te sussen. Maar hier eigenlijk is commentaar verder overbodig. En als de gewonden opgelapt zijn, kunnen we verder gaan met de wedstrijd. Maar dan hoeft het allemaal niet meer. Bonnebroek wint met 1 tegen 0 van Dolphia. En mag dus voor het eerst in de historie gaan voetballen in de vierde klasse van de KNVB. Aanvoerder van Helsingen van Dolphia komt nog even verhaal halen bij de scheidsrechter. Maar dat is allemaal mocht het na de maaltijd. Bonnebroek dus wint met 1 tegen 0. Ja.